tomaten. Zo, veilig hier binnen. In de Gouden Tempel, nu nog kan. Klaus Veen is aan het filmen, die woont hier, dus die komt de deur niet uit. Moeilijke tijden, goede maten. Ik ga voor jullie een video in elkaar zetten dat we met een dumbbell een home workout kunnen doen. Dus heel veel van jullie hebben natuurlijk gewoon een dumbbeltje thuis liggen. Wellicht kan je een emmer pakken met zand erin of stenen. Een flesje water, dat heeft natuurlijk geen zin, hè? 1,5 kilo, ja, wat gaan we doen? Elastieken. Ja, er is veel vraag naar een resistant band training. Ik moet eerlijk zeggen, kijk, de weerstand die je van zo'n elastiek krijgt is natuurlijk minimaal. En dat is ook één kant op. Het schiet eigenlijk niet op, weet je. Het is leuk om jezelf bezig te houden, maar je moet altijd kijken, denken in mogelijkheden om jezelf te verzwaren. Ja, ook voor thuis gaan we natuurlijk eerst even dat lekkere scoopje nemen. Dat is wel even het hoogtepunt van de dag, hè? In deze grimmige tijden. Hé, hey, Klaus. Gooi eens even, godverdomme, die beat open, jongen. Jij hebt hier even zitten knutselen, hè? Kijk even. Lekker setje op. Zet het maar lekker hard voor die buren, hoor. Zet het maar lekker hard. We gaan dus beginnen met de home workout met een dumbbell. Verzwaard, full body. Belangrijk in deze periode, omdat we al lage weerstand hebben met trainen. Dus minder gewicht, minder weerstand, minder spierscheuringen. Willen we juist full body doen om zo veel mogelijk prikkels te geven aan die spieren. Dus als jij gewoon elke dag full body doet, prima. Of om de dag, whatever. Ik begin graag met een bend over row. Squeeze die rug helemaal. Bam. Gewoon die schijven door het dak. Langzaam naar beneden. Boom. Ook hier, we hebben weinig gewicht. Dus het voordeel als je hem langzaam doet, is dat je alsnog die weerstand op de spieren gaat krijgen. We hebben nog een variatie op het zagen, de rug. De bend over row in principe. We kunnen hier weer bij het stoeltje staan. En dan met één hand die bend over row doen. Stel je hebt een hele zware dumbbell, dan zou je dat dus kunnen toepassen. Okay, we zijn nog bezig met de rug. We kunnen dus ook nu de nek pakken. Langs, weer zakken. We gaan nu over op de hamstrings, dus de stiff leg deadlift. Dat is natuurlijk ook een beetje voor je onderrug. Langzaam zakken. Deze oefening die kan je dus ook nog verzwaren door met één been te doen. Oké, goeie maat. We gaan nu over op de benen. Verder. De squat. We kunnen hier de front squat doen. Dumbbells. Boven jou hoor. Ja, dan hebben we het favoriete tasje weer. We hebben het rugzakje hier. Als aanvulling op die front squat kunnen we natuurlijk ook gewoon normaal doen met de rugzak. Ik heb een 15 kilo schijf erin weten te proppen. Op onze rug. Dat is dan best zwaar ook. Langzaam zakken. Precies omhoog. Kan je ook nog iets om dit te doen? Oké,
Oké, goeie maat. We blijven nog even bij de benen. We doen hier de lunges. Er zijn heel veel variaties op, die laat ik zien. Ook voor als je in kleinere ruimtes moet trainen. Je pakt gewoon een dumbbells beet. Altijd je borst omhoog. En explosief vooruitstoot. Pauze. Explosief vooruitstoot. Explosief vooruitstoot. Variatie. Je kan natuurlijk ook gewoon deze heel langzaam doen. Zakken, 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 zakken. Boom. Zakken, 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 zakken. Boom. Boom. Dan heb je nog de walking lunges. Hop. 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 Nou, dan hebben we dat gouden stoeltje weer. Dus weer perfect voor je balans. Ook voldoende rusten. Dat is echt een zwaar, best wel een pittige workout hoor, Klaus. Nou, dan zijn we bij de volgende oefening. Ik heb hier een bankje uit de gym. Dit kan je natuurlijk ook op je bank doen thuis. Of op twee stoelen of wat dan ook. Ergens waar je op kan liggen. We hebben de dumbbell hier al staan. En de bedoeling is dat je hem in je eentje tussen je poten gaat krijgen. Dit is een oefening voor de hamstrings. De liggende hamstring curl. En met 15 kilo is die best pittig. Nou, daar gaan we. Dit ziet er wel een beetje ongemakkelijk uit, hè, zo. Maar gelukkig ben je alleen thuis. Ja, daar hebben we. We hebben hem. Goed hoor, deze. Mocht je nou geen bank hebben of een bank waarop dat kan, dan kan je hem ook gewoon liggend op de grond doen. Geen enkel probleem. Goed lekker. Nou, goed, we hebben het even heel kort om in elk geval in de video te behandelen, de kuiten. Dat kan je ook op een stel boeken doen. Of in een trapgat. Boom. Boom. Squeeze helemaal bovenin. En weer terug. Langzaam zakken. Squeeze bovenin. Variatie op de kuiten. Boom. Je kan er ook een paar boeken onder leggen. Squeezen, squeezen, squeezen. Oké, we zijn weer bij het favoriete stoeltje. Ja, als we de hakken erop doen, dan benadrukken we meer de billen. Dan gaan we de hakken zo doen, dan wordt het meer de hamstring. We gaan nu voor de hamstrings weer. We gaan gewoon liggen. Komt-ie. Squeeze. En weer terug. Squeeze. En weer. Deze ga je wel voelen als je hem een paar keer doet. Als je echt een squeeze doet. Dan voel je hem. Nu gaan we hem wat meer focussen op de billen. Squeeze bovenin. Hier zo. En weer terug. En weer terug. Dit kan je natuurlijk ook doen met je vriendin. Of met je groeimaat. Ja, deze kan je ook variëren. Zwaarder maken dus. Om hem op één been te doen. Ja, die ga je wel voelen hoor. Ja, we gaan weer verder met de rug. Deze kan je op de grond doen, maar natuurlijk ook als je een bankje hebt of wat dan ook thuis. Of op een tafel, zodat je iets verder range of motion hebt. Maar wij doen hem even zo. Weer langzaam voor de lats. En een klein beetje chest daarbovenin. Als je hem echt omhoog drukt. Lats. Boom. Chest. Boom. Chest. Oké, we zijn hier bij het optrekken. Een van de belangrijkste oefeningen die je nu kan doen voor je rug. Dat kan natuurlijk ook zonder dumbbell. Maar als je hem wil verzwaren, kan je het met een dumbbell doen. Tussen je benen eventueel.
Maar ik persoonlijk vind dat echt gewoon helemaal kut. Dus ik heb weer mijn schooltasje mee. Mijn survivaltas. Hup. Dumbbeltje erin. 15 kilo, hè? Dat is wel 115 kilo nu. What the fuck, hè? Met mijn bulky lichaam. Langzaam zakken. Helemaal strikken. Zo. Die voel ik echt serieus wel. Dan kan je hem natuurlijk variëren. Dit kan in een trapgat. Je kan hem ook zeg maar zo pakken. Nou, dan hebben we er nog eentje en dat is de reverse grip. Dat is onderhandse grip gewoon. Oké, okay, goede maten. Met die resistant banden zou je natuurlijk heel goed hier extra kunnen verzwaren. Dus dan is het een goede toevoeging om dus toe te voegen aan zo'n dumbbell workout of wat dan ook, weet je. Anders heeft het niet heel veel zin om je spiermassa op te bouwen. Laten we het daarop houden. Goed lekker. Om die stiff leg deadlift nog meer te verzwaren zou je dus kunnen denken aan een good morning. Dan pak je die dumbbell. Die leg je in je nek voorzichtig. Ja, je houdt hem nog vast. Zodat hij niet van je hoofd afrolt. Hou je rug zo recht mogelijk. Dus je reet helemaal naar achter. Oh. Zo, die voel je wel, hè. Langzaam zakken. We zijn weer bij het favoriete stoeltje. We zijn nu aangebroken bij de chest workout. We gaan proberen een chest press te doen. Op het stoeltje. Dus je gaat eerst stabiel liggen. Dan pak je de dumbbeltjes. Zo hé. Dan scheur je eerst al je spieren af voordat je de dumbbells hebt. Boom. Langzaam zakken. Boom. 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 Variatie. We kunnen de fly hier ook doen. Langzaam, 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 langzaam. Hop. Dit is top, jongens. We hebben hem nog een beetje nodig, moet je even kijken. Let's go, chest day. We kunnen natuurlijk ook die dumbbells in je rugzakje stoppen, hè? En gewoon push-ups doen. Dat kan natuurlijk ook, maar dat zie je dus in mijn andere video die al online staat met de home workout. Stel, je hebt één dumbbell of eentje die je kan verzwaren door de andere gewichtjes erbij te gooien. Dan kan je natuurlijk ook met één hand die chest press doen. Uitstekend voor je core stability, jongens. Iedereen gaat straks eruit komen met een core, hè? Dat wil je niet weten. Boom. Ook de fly kan ook weer. Oké, we blijven hier bij de chest. We kunnen de dumbbell natuurlijk ook gewoon zo pakken. Boom. Ja, goeie mate. We gaan nu door naar de schouders. We doen gewoon de traditionele dumbbell shoulder press. Langzaam zakken. Even diep omhoog. We gaan dit ook met één hand. Stel je hebt weer dat dumbbeltje waar je de gewichtjes van over kan plaatsen. Naar de ander doe je met één hand. Dit is echt uitstekend voor die core, jongens. Boom. Langzaam zakken. Boom. Langzaam zakken. Boom. Nou, we zitten weer op het favoriete stoeltje. Je kan natuurlijk die shoulder press, als je hem staand wat moeilijk vindt, ook zittend doen. Maar dit keer doen we de Arnold press. The dynamo of the universe is war. Ik heb nog steeds de 15 kilo dumbbells, maar stel je hebt wat lichter, dan zou je natuurlijk ook gewoon een side raise kunnen doen. Echt uitstekend voor de schouders. Boom. Boom.
Een variatie op de side raise is dat je hem ook bij een pilaar of wat dan ook kan doen. Je staat zo in deze houding, dumbbell recht naar beneden. En omhoog. En omhoog. Zo. Wel lekker. We zijn nu bij de dumbbell front raises. Hup, twee dumbbells. We gaan nu proberen een reverse fly te maken met de dumbbells van 15 kilo. Dat is best wel pittig. Dus als je wat lichter kan maken, dan moet je dat doen. Oh, zo, die ga je wel voelen. Jezus, hè. Oh. 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 Belangrijk bij deze oefening is dat je die schouders wel naar voren houdt. En dat het geen bend over row wordt voor je rug. Goed, lekker. We hebben de chest nu gehad met de schouders. Dan kunnen we door naar de triceps. We kunnen met één dumbbell, twee handen, de overhead tricep extensie doen. En dan boven dicht bij je hoofd. Je kan hem ook, als je hem wat zwaarder wil doen, met één hand doen. Omdat met 50 kilo is wel behoorlijk pittig. Zo. Huppatee. Dan zit je weer lekker op dat stoeltje. Dan kun je natuurlijk ook gewoon de bicep curls doen. Hup, één hand tegelijk bijvoorbeeld. Hup. Hup. Of twee tegelijk. Dan blijven we hier gewoon zitten en dan kunnen we natuurlijk ook de hammer curls doen. Dus gewoon als een hamer vasthouden. Boom. Boom. Mocht je je nou echt vervelen, dan kan je ook deze doen voor je onderarmen. Tot slot kunnen we nog buikoefeningen doen. Uiteraard, als je die core stability goed traint, dan pak je al heel veel buikspieren mee. Daarom laat ik ook nooit buikspieroefeningen specifiek zien. Maar met die dumbbells kunnen we toch die buikspieroefeningen verzwaren, waardoor het weer zin heeft. De variatie, als je echt zwaar wil maken. Je kan ook nog die twists doen. Dan zou je natuurlijk nog de leg raises kunnen doen in het trapgat. Naar één kant. Nou, goede mate. Ik heb me helemaal de rat in getraind met die dumbbells. Je kan natuurlijk kiezen om een aantal van deze oefeningen te doen. Gewoon 3-4 sets. 10, 15 herhalingen, 20 herhalingen misschien. Maar na elke training klap je die scoop weder in. Om juist in deze tijden, waarbij je dus minder weerstand creëert voor je spieren, je spiermassa te behouden. Dus door je eiwitten voldoende in te nemen per dag. En ook hoogwaardige eiwitten. Want als we straks alleen maar frikandellen uit de vriezer moeten eten, dan gaat het natuurlijk helemaal mis, hè. Dan hebben we gelukkig nog deze potten. En wat is die lekker, hè? Goeie lekker. Abonneer op dit kanaal, geheel gratis. Geef die blauwe duimpjes omhoog. Buffel is er niet, want die zit in quarantaine. Die mag hier niet meer komen. Wij gaan voor goud, goeie maten. Laat weten in de comments wat jullie meer willen zien.